Ready for the outdoor shoplog. Primer! Oh, kijk. Kijk, ik lust altijd wat. Hè? Daar houden we nog van. Ja. Die altijd wat lust. Lekker! Maar er zijn dingen die zijn erger dan de Primark. Bijvoorbeeld dit. Ik heb deze met zwart. Voor kerst. Dan. Oh my god. Oh my god. We gaan eerst helemaal naar boven. Ik moet wel steeds twee keer vertellen. Oh. Kijk, die Amerikaan. Danny Mara. Yes. Met haar iPhone. We zijn at the Primark in Amsterdam. Sporty. Hier gaan we straks sowieso even langs. Sowieso even langs. Ja, ik snap nu waarom het zo lang duurde voordat het openging hier. Wat is dit voor gebouw? Ze hebben er gewoon een heel ding opgebouwd. Ja, het is echt bizar. Het is echt bizar. En weet je, eigenlijk hebben we er helemaal niks aan, want je kan hier nergens parkeren. Dus waar ga je al die tassen in doen? Sowieso één, mooie outfit bij elkaar zoeken. Misschien breng ik hem wel weer terug daarna. Maar daar gaan we dus een shoot mee doen straks. Ja, dit is zo leuk. Ik vind het ook wel leuk. Ik hou van goud. Kendall. Kendall. Het is Kendall, het is geen Kendall Jenner. Kijk eens, een slokje. Abang, slokjes. Ik had echt gedacht van nou, dat wordt echt een hele lange reis. Hey, doei! Yeah. Ik ga er nog wel even lekker uitspreken dat we een shoot hebben. We hebben helaas nog geen camerateam en omkleedruimte. Ready for the outdoor shoplog. Van de Primark. We zijn zojuist bij de opening geweest van de Primark. En we gaan nu een outdoor shoplog opnemen. Midden in Amsterdam. In de kou. Nou, volgens mij zitten ze er ook al de hele tijd te filmen. Hoi. Primark opening is een feit. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to... Hoi, heel erg bedankt voor het kijken naar deze malle outfit. Ik voel me een beetje oud, maar aan de andere kant vind ik het stiekem ook wel heel erg leuk om dit aan te doen. Nou, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het abonneren op mijn YouTube kanaal als je geabonneerd bent.
Want ik heb thuis een Armenees. Yay! En ik heb er nog niet echt aandacht aan besteed. En daarom was ik voor een vlog was ik in de Primark. Zoals jullie hebben gezien in deze video. Die ik ook heb gekocht om te vieren dat ik 1000 abonnees heb. Deze cadeaukaart, die kan je winnen. En die gaat gewoon naar een van mijn abonnees die deze video ook nog heeft gedeeld. En even in een reactie eronder zetten dat je meedoet. 13 december. En dat doe ik dan gewoon door middel van loodjes bij elkaar gooien. En dan kies ik er één loodje uit. En diegene die krijgt de kaart. Dus doe vooral mee. Hartstikke leuk. En bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Maar weer.